zondagmorgen, 13 mei, in een regenachtige dag, maar desalniettemin gaat de motorrit altijd door. Daar zitten. Wat zie je hier op het beeld allemaal? Regen. Helaas. Helaas. Ja. Jammer. De ganse weg gewoon weer geweest. En net vandaag. Ja. Helaas, hè? Ja, helaas. Aldag gewoon weer, één dag ertussenin. Eigenlijk het kost niet slechter, maar desalniettemin toch nog opkomst, hè? Ik ben even hier in gesprek met een paar van die mannen. Ja, ze werden gewoon vertrekken. We hebben de route nog geladen. Dat is 9 uur. Dat zijn de echte dagjaars. Het weer is niet alles vandaag. We moeten afwachten. Maar verder eigenlijk van start gewoon wil ik natuurlijk de bussie met hem vooral bezig gaan. Maar we moeten ook de kijkers natuurlijk van harte welkom heten. De kijkers van Live TV, mogen we een kijkje in de keuken laten nemen achter de schermen bij MVC Boszicht. MVC staat voor Motorvriendenclub. Motorvriendenclub, zeer belangrijk. Boszicht, allemaal vrienden onder elkaar. Even weer inhaken, de dames die doen ieder jaar het inschrijven verzorgen. Die heren die zitten niet altijd achter de computers voor de navigatie, ja. Dat kent altijd geladen werden al van tevoren. Ja. En dat werk ook, die kennen zich van tevoren eigenlijk al inschrijven voor, dat, voor de route eigenlijk al toes te krijgen. Ja, we zijn sinds een paar jaar bezig met voorinschrijvingen, dat ze van tevoren al in kunnen schrijven. Dan krijgen ze dan een paar dagen voor de rit is de route toegestuurd en dan kunnen ze zich dat zelf al op de navigatie zetten. Dus eigenlijk... ik zei niet, best al even in gesprek met Café Wirtin. Eigenlijk gaat het vooral een beetje over de derde zaterdag en wie Harley, de tuingebouter, geïntroduceerde CB Boszicht. Ja, vorig jaar hebben ze me dat gevraagd, van wat is dat met de gebouter hier, wat doet hij? Ja. En als u daar meer van wilt weten, dan pakken we, daar hebben we nu een beukje van gemaakt, dan pakken we het boek te bieden. Ja, dat moet ik natuurlijk wel even laten kijken naar. Laten kijken naar de kijkers van... even, dit is het boek waar alles om draait. En hier achterop staat iedereen wat er gaat bij betekent. Jet. Maar eigenlijk kunnen we het beste de man zelf iets laten vertellen. Hè? Kijk, want die is... Niek, dat is nou... Ja, volgens mij is dit wie er met is geweest naar Opa Verstappen en naar Formule 1 kijken. Dus hij is bij Goes in Moffert? Nou, zoals je weet, iedere wedstrijd is een Moffert bij Hoesman. Is dan Formule 1 kijken naar Max Verstappen. Daar is Harley dus met hergegangen. Deze wedstrijd wat hier is, dat is een vroege wedstrijd, dus wordt duister. Dan wordt door spijt met eieren gebroien. En dan wordt de ganse troep gegeten naar de Formule 1 kijken. En dat is best een hele leuke morgen gedaan. Hè? En je zou eens gezien, is de jongen natuurlijk bij. Hè? Goed, de volgende wat eigenlijk de kabouter met het gehad, dat woord. Dat is de sheriff. Dat is de sheriff. Daar is er net naar Curaçao geweest. Naar Curaçao? Ja, met John en Monique is er naar Curaçao geweest. Kerel, hij toch het metgemaakt? Ja, zo, dat kent ze, ja, dat kent hij wel natuurlijk een paar woorden van vertellen wat er dan met het gemaakt. Ja. Dat laat er hem dan ook her zelf doen. We hebben hem eindelijk metgekregen op Curaçao. Hè. In de vleger hebben we ons gevraagd of er midden de cockpit mocht. Door op een gegeven moment, daar komt er dus niet van. Hè. Daar is er tot in de keuken is er gekomen in de vleger. Dus we hebben hem daar op een gegeven moment op Curaçao hebben we hem natuurlijk proberen overal met her te noemen. We hebben hem een dag met een auto metgenomen, daar zijn er ook dingen van. Hè. Daar, na een paar dagen, dan begon ze zich daar schimmer al te vervelen. Daar wilde Roos alle weg. Daar zat er mee gelongen aan de zee. Daar zei hij van, hoe ga ik, dat is goed geweest. Ik zeg, jongen, blijf dan nog even niet een paar dagen. Daar heeft er nog Formule 1 en alles heeft er dan metgekeken. En hij wordt toch weer blij dat het truc wordt. Ja, het boek mocht sinds we gaan eens even blaaien wat er allemaal metgemaakt heeft. Ja, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd, hè. Ja, de volgende race wat er gemaakt heeft, is er met... Ik zet de gek naar Valencia, naar de MotoGP geweest. Alweer in de vleger. In Valencia, op de transportbank tussen de koffers. Nou, die lui die keken, wat moet hij? Hoe komt hij kabouter met een keer vanaf? Maar goed, dat wordt ook alweer een schoon tripje voor hem.
In Valencia hebben we nog het kleren gekocht. En aan denken. En dat heeft er weer een schoon race gehad. Naar Valencia is er nog naar Tenerife gegaan. Ook weer met vliegtuig natuurlijk. Dat ze hier weer in het boog staan. Ja, ik zie dat er een gangpad en overal gezeten heeft. Ja. En daar begint weer nog het apart. Half december doen we meestal gaan we de café een beetje aankleien. Er wordt alles gemaakt van oil pallets. En eerder jaar gaat er bier gemaakt. En dan doen we voor de schnapsparty. Is dat eigenlijk op half december. En dan wordt dat eigenlijk opgeboet allemaal. En Harley mocht er bier zijn? Harley moest er natuurlijk weer met de naast bier zijn. Heeft er ook snaps geproefd? Eerdere zaterdag in de schuur met helpen. Aha. En op de party worden natuurlijk ook voor de partij. Ja, ja. Ja, ja, dat kon ze doen blijven. Maar ik denk dat de tuinkebouter wel het mens gedronken heeft van iedereen. Want dat zijn altijd van die evenementen echt. Dat moest ze gewoon zelf live metmaken. Hij woont nog vrij nuchter, moet ik zeggen. Hij is nog met de motor even gegaan. Oh, hij is nog met de motor even gegaan? Ja. Hij heeft nog zelf gereden. Hoe moest er toen her dan al, vindt? Hij moest toen, wacht, dan moet ik even kijken. Hoe moest er toen her? Oh, toen moest er naar de slag. Oh, naar de slag? Ja, want toen is er daarna is er direct met op wintersport gegaan, hè, naar Italië. Oh. Ja. Je ziet, kijk, naar de Dolomieten op wintersport. Ja, geweldig. Hier heeft er skizuren. En door met de lucht omhoog. Ja. En die lui die wat hem zogen, wat dachten die eigenlijk? Ja, die lui die verklaarde mij natuurlijk voor gek. Dat wordt met een boter aan het slepen worden. Snap jij dat nou, dat ze hem voor gek verklaarden? Ja. Ik snap het gans. Ja, kijk, dat bedoel ik. Och, kijk, daar is er ook meteen een bad. Een bad ligt daar, ja, dat is niet te ja, ik weet niet of dit gecensureerd moet worden, want ik zie niet veel bloedvel in ja, elk geval. Ja, wat goed, die... het kent toch net door de beugel. Ja, het kent net het onderstuk, stuit niet belangrijk, ze liggen voor water. De edele delen zijn bedekt. Oh, dus dat is wel veel. Meer kan ik u ook niet zeggen ervan, hè. En hier zijn nog weer drank. Après-ski, ja, hoort erbij, hè. Ja, natuurlijk. Dus dan moest er ook bed, hè. Ja, en op 10 naar bed, hè. Op die net wie steeg. Op die net wie mee. Ja. Maar goed, en dan? Het volgende reisje wat er ging maken, dat is weer Helge de Paas. Ja, maar dat heeft... Dat heeft Niek en Mieke met gehad. Ik denk dat daar Niek het beste kan vertellen. Begin februari is een Lapland ieder jaar een luchtballon evenement. Ja, dat is wel een paar keer geweest. En de laatste keer is Harley natuurlijk ook met moeten gaan. We zijn toen vanaf Düsseldorf een Lapland gereden, of sinds Lapland. Dat hebben we gehangen met hem. Daar heeft hij zich natuurlijk een paar keer in de sneeuw vastgevaren. Uiteraard, dat kost in het mes, want er ligt meerdere meter sneeuw. Hij heeft op een sneeuwscooter gezeten. Dat vond je ook heel schoon. Uiteraard is er nog een ijshotel gegangen. En natuurlijk het allerleukste woord dat er met de luchtballon in ging. Dat was een avontuur in Lapland toen. Ja, ik zie het ook staan, ik word een beetje zenuwachtig. Ja, ja. 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 Nou, de volgende race. Ja. Natuurlijk alweer naar nou, MotoGP, hè. Dit keer naar Le Mans, naar Frankrijk. Maar waar is er fan van, hè? Van Rossi natuurlijk, hè. Ja. Natuurlijk, de Rossi-fan, hè. Ik zijn vuil geel en vuil nummer 46. En de dokter zijn er hier voorbij komen. Niet de huisarts, maar gewoon de dokter. Dat weet je uiteraard dat de bijnaam is van der Valentino, hè. De Valen. Ja, zeker dat. En wat heeft er daarmee gemaakt? Ja, wat heeft er dan niet met gemaakt? Natuurlijk heeft er nog Jezus nog een paar rondjes met gereden. Oh nog? Ja. Wel niet vooraan? Nou, ja, het kost toch tamelijk bij jou. Maar hij wordt natuurlijk, als gaat te eten worden, hij wordt er ook niet weg te slaan. Hè. Ja? Ja, frikadellen. Frikadellen en een mooie erpel. En niet die Duitsers, hè? Ja. Sojanka soep, hè. Ja, heb je dat ooit van je hart, van Sojanka-soep? Dat is, dat moet je de paas zijn. Maar doe ik het niet zeggen wie ze proeven, want ik wil ze zelf, ik wil net zeggen. Nou goed, de volgende rit wordt met een paar man weer op Pinkster begint. Ja, dan gaan we ook meestal met een paar man een paar dagen ertussenuit. Ja, maar dat heeft Niek volgens mij toen ook een heel deel zelf over te melden, hè? Niek, kunnen we Niek weer even... Niek weet je het meeste van? Anders ben ik weer alleen maar aan het vertellen met dit, ja. Ach, dat kent ze toch ook goed? Laat ook een andere gaat vertellen. Kent ze toch zo goed, Carl, hè? Dus, ja. Niek... Goed, we laten dan Niek het vertellen. Ja.
Nou, het Pinkster gaan we ook ieder weekend weg met een paar man met de motor. Het vorig jaar is even in de buurt van de Moezel geweest, Trier, klein plaatsje van even, ik ken. Uiteraard ging de kabouter weer met. Daar hebben we het weer heel erg getroffen. Prachtig weer, dat gaat ja. Dat kostte voor per geluk ook nog een vaartje met maken op in de boot, over een Moezel. En dat was best een moeite waard. En dan, hè? Het volgende stond weer op stapel. Het clubweekend van MVC Bossig, hè? Ja. Natuurlijk moest de jong toen ook met, hè? Ja, uiteraard ging die jong ook met. Maar dan laten we even de bakker gaan over vertellen. Ja, de bakker, dat is een jong, die is ook al vanaf het begin bij Bossig, hè? Ja. En de bakker, dat is eigenlijk Jos Meeuwissen, maar iedereen noemt hem bij de bakker. Waarom? Ja, hij is nu vrachtwagenchauffeur, maar omdat uiteraard heeft hij vroeger zoete broodjes gebakken. Ja. Maar goed, we laten daar maar even gaan vertellen. Ja. En dan kijken we weer naar het volgende naam. Zoals ieder jaar gaan we eindelijk per jaar een clubweekend doen. En dan komen we op vrijdagmorgen met z'n allen hierbij. Dat wordt door in een ontbijt aangeboden. Dan vertrekken we hier om 10 uur met z'n allen. 11 motors, afgelopen jaar met 17 man. Zijn we naar Vosveld gereden in de Eifel bij de Nürburgring. En maken we ons altijd een schoon clubweekend van met een mooie rit op zaterdag. Het hotel wordt dit jaar het Vorshuis. Met een drankje en s'avonds een schone barbecue aan het hotel. En ja. Het laatste is er nog een lid van ons, een clublid gegaan. Die heeft er nog een rondleiding gekregen. Dat laat we hem ook zelf even vertellen. Ja, dat doet hen even zelf, want hij is gaan stoes met een Solexen en zo. En ook daar is onze Harley natuurlijk bij aanwezig geweest. Dus hen gaat even zelf vertellen daarover. Nou, Harley is bij mij, bij ons, op bezoek geweest. Ik heb 30 Solexen in de verhuur, dus die werden geregeld uitgehuurd. En werden ritjes metgemaakt voor gezellige fiascos, wat dan ook allemaal. En nou, daar wilde ook eens komen kijken. Dus we hebben hem dan rondleiding gegeven. En hij heeft zich alles bekeken. Met Ben, de monteur, daar zorgde die dingen allemaal lopen blijven. En ja, wie er dat gezien heeft, heeft zijn reisje weer voortgezet. Nou, wie er daar geweest is, werden het langzaam tijd dat er weer op heen ging. Hè? Ja. Toen hebben we hem teruggebracht. Helaas ben ik daar zelf niet met kunnen gaan. Ja, dat vond ik wel heel erg, want ja, ik heb best wel veel werk gedaan aan het bogen om te gaan voor te maken. Maar ik moet zeggen, ik heb van die man gehoord, ik heb een filmpje gezien wie de truc kwam. Ja, die mannen, de man en vrouw van het hotel, ja, die vonden het geweldig. Ja, ja. Maar houden ze hem wel gemist? Ze hebben hem niet gemist. Nee, dat kan je wel zien. Want de wordt als al dukker. Weggelopen. Oh, maar ja. Er wordt nog nooit in het teruggekomen. Dit wordt de eerste wat terug is gekomen. He, er wordt een ereplaats gekregen. Op een show. Het boek. Mm. He, hebben ze erbij gekregen. Ja, ze vonden het helemaal geweldig. Ja. Helemaal geweldig. Maar dan rest me één vraag nog eigenlijk aan dich. Denkst u dat Harley toch nog ooit in het reizen komt met dezelfde groep? Wat denkt ze? Ik ben er bang voor. Denkt ze van niet? Ik ben er bang voor. Dus dit... Dit wordt eenmalig. Eenmalig. Eenmalig, dat het gebeurt. Dat ja. Is, dus dit is eigenlijk het unieke filmpje van Harley, de reizende motortuinkabouter. Eenmalig. Komt niet meer terug? Nee. Ik weet het toch niet. Nee, dat gebeurt niet meer. Hun kennende. Die zo, nee, ja, dan laten we ons gedangens invallen, maar niet met Harley. Niet hetzelfde. Nee. Nou ja. Dan moeten we ons gedangens in laten vallen. Dan moeten we ons gedangens in laten vallen en dan kieken we wel. Of we misschien nog gedangens interessant vinden voor een andere keer. Wim wat? Kijk, want MVC Bos zegt dat best een nootje uitgetoerd eigenlijk. Niet op een weg, maar ook in de kroeg. En ook qua ideeën en ook fantasie. Hier hield het niet op. Ja, nu hebben we natuurlijk een heel leuk gesprek gehad over Harley. Met zijn wonderlijke race op de motor. Hè? Harley de motortuinkabouter. Maar we rijden natuurlijk ook nog even de beelden van de Bossigred. Er zijn nog een aantal mensen die staan hier. Ja, we hebben Vessers Latien, de hoeven melken. Maar besluit ook het van Motor Latien, of ze doen het van u Ja, dat besluit ook. Ja, en wat zag ze daarvan? Maar die zeggen die Vessers,
Ja. En de jagers, hè, die liggen denk ik altijd. Hè. Maar die motoriërs die liggen nooit. Die zomaar aan en toe de fiets verdrieven. De fiets, ja. Absoluut niet. En dat kan toch zeggen, zonder te lachen. Ja, ongelukkig. Dat is gewoon, er wordt nooit gelogen. Ja. Gewoon goed de fiets verdrieven. Ja, maar goed, dan zie je die prachtige kleuren. Motor, ja, motorvoertuigen, racers, tourmotoren. Van alles gaat. Van alles en nog. Het is eigenlijk een zeer gemeleerde rit. Hè, wat aanbiedingen komen van lui die wat snel willen rijden. Of ja. Met een traject bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is eigenlijk. De snelle racers willen ook mooie tochten maken. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. En het komt steeds meer op, hè? Want wie veel motoriers zetten ze eigenlijk altijd op een weg. Dus zo gauw als de eerste zonnestraaltjes komen, willen ze op weg. Hè? Ja. Ja, die zonnestraaltjes die ontbroken helaas. Maar goed, zou wie gezintje komt her en daar toch nog weer gaat aandrappelen. Nee, ja. En dan bedoel ik niet te regen. Hè? Ja, dat druppelt vanzelf door. Ja, ja, dat gaat vanzelf. En ja, zo zus je toch, als een motorierbus in hart en nieren, dan duik ik er wel op. Ja, vandaag komen ze in de kerk. Dat vind ik echt een kajak. Dat vind ik echt een kajak. Ook, dat vond ik wel, wat ik toch heb. En ook, dat zijn de mensen die wat ook jaar na jaar komen, of ook weer nu gezichten? Ja, dat zijn eerder jaar weer nu gezichten, maar ook een 75% toch wel steeds dezelfde ongeveer. Die waren toch eerder jaar weer gaat nu gezichten, die brengen weer een paar kennissen met van dat is een leuke rit, al die gezellig, komt er met de heren, dat is... Ja. Alleen ja, dit jaar hebben we dus de pech gehad met weer. Ja, ja. Dat heb ze niet in hand. Nee, dat heb ze niet in hand. De motor toert toch wordt ongeveer rond 250 km op het land. Hè? Ja. Ja, door welke plaatsen, wat heb je op de grenzen overschreden? Ardennen. Op Malmedia, in Spa, Francorchamps. En dan op Eupenaan, op het Duitse brug, door de Eifelbrug. Ja, schoon met. Ja. Jammer, want het werk heeft ze zelf ook gereden, maar het wordt echt voorzichtig. Wel rotje op de weg, bloei van de boom en alles. En dat is toch echt. Ja, ja, maar. Wie we al gedaan hebben, de mensen die van tevoren eigenlijk hebben ingekocht bij eug, die hebben dat nu op de navigatie staan. En die kennen die rit, ondanks ja, dat het nu slaagt, hoor, kennen ze dat een weg goed, zelf of twee of drie. Ja. Kunnen die rit altijd met groot weer een keer gaan rijden. Dan zijn er toch al die gisteren terug zijn gekomen en die zeggen van nou, die route gaan we zeker nog een keer rijden, want het wordt echt wel de moeite waard. Dus ja, dat kent allemaal. Hè. Dus beste kijkers, onthoud je dat. Volgend jaar, 2019, de motorrit van Bossig is altijd op... De eerste zondag naar Hemelvaart. De eerste zondag naar Hemelvaart. De zondag naar Hemelvaart. Ja, de zondag naar Hemelvaart. Het is altijd de eerste zondag. Dus, mocht je nu interesse hebben, zit je motorier. Je kent je dat altijd eens even zien komen aanschouwen. Hè? Ook op zijn derde zaterdag. Ja. Iedereen is altijd vrij om even binnen te lopen. Gewoon de motorvriendenclub bij elkaar. Ja. En het motto is gezelligheid kent geen tijd. Weer of jij weer. Weer bedanken u voor het kijken. En ik hoop dat je er een beetje plezier hebt van de wonderlijke reis van Harley, de motortuinkabouter. En natuurlijk van een paar beelden wat op de Bossigrit 2018 zijn gemaakt. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop nog dat Lui het volgend jaar op de rit misschien te mogen begroeten. Dat hopen we ook. Bye bye.